De ervaringen die mij hebben gemaakt tot de persoon die ik nu ben, ontstonden altijd buiten de comfortzone. Toen mijn vader en moeder hierheen kwamen, wilden ze een ander narratief. Een ander verhaal. Vrijheid. Ik denk dat mijn ouders mij wilden plaatsen in een kader wat zij voor mij hadden geshaped. Muzikant zijn paste daar nog niet in. Maar na een tijd was het wel duidelijk. Als je het zo goed al weet, dan is het eigenlijk dezelfde sprong die wij toen ook hadden gemaakt. In de intentie wil je hetzelfde. Vrijheid. Via de kerk leerde ik bepaalde mensen kennen in de buurt waar deze stond. Dit zorgt ervoor dat je in die omgeving op zoek gaat naar andere youths met dezelfde mindset. Als je in een vriendengroep bevindt waarin vrij denken en vrij creëren gestimuleerd wordt, dan neem je dat ook mee in de kunst, in de kleding, de muziek. En dat zorgt ook voor een bepaalde verlichting en een bepaalde excellentie in hetgeen wat je gaat doen. De oude schans werd de melting pot van kids uit de BIMS en bepaalde kids uit het centrum. Je ziet gewoon dingen, je ziet hoe mensen een soort van heel erg anders kijken naar dingen, maar in essentie is het hetzelfde. De oude schans was ook een safe space waarin je gewoon kon doen wat je wilde doen. Ja, 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 ja. Op een bepaald punt gingen dingen in mijn carrière gewoon veel sneller. En het beste was om toen gewoon met die flow mee te gaan. Gewoon doorgaan. En toen, ja, gingen dingen een beetje tegenvallen.